Mensen, vooraf aan deze video wil ik jullie nog even wat melden, want deze video staat volledig in het teken van carrièrehaat. En jullie zien nu een paar reacties. Ik heb zeg maar een carrière op zondag, die wordt elke zondag geüpload, althans probeer ik elke zondag, net zoals elke vrijdag, een FIFA carrière video met Ajax. En ik doe dat met op Formule 1 met Haas. Maar het wordt soms wel gehaat dat ik op, ja eigenlijk op pole position sta voor het wereldkampioenschap. Maar jongens, de bots zijn zo geprogrammeerd om netjes te rijden en jou soms wel eens voorbij te laten, omdat jij heel erg agressief rijdt. Accepteer dat. Ik rijd agressief, ik heb mijn braking assist uitstaan. Hierdoor heb ik het grotere kans op crashen, een grotere kans op time penalties. Dus jongens, waar zeuren we om? Kom op, wees volwassen. Maar dan ga ik in deze video nog meer op in, dus veel plezier bij deze video. En daar jullie mensen van Dutch Gaming en welkom bij een nieuwe video hier op dit kanaal. Dat was zeker niet op de duimpje had gekregen en dat was de abonneren voor mij natuurlijk. En vandaag gaan we met de Red Bull 96 Legend rijden op 5 laps in Oostenrijk. Want ik ga je even bewijzen dat ik niet op easy rijd. En dan waarom dan met de Red Bull? Je rijdt met een Haas op carrière. Nou, zoals jullie vooraf gaan aan deze video al hebben gehoord, ben ik er een beetje klaar mee met je bent sneller dan de snellere teams. Nou, dan moet ik dan maar naar Red Bull gaan of zo, is dat wat jullie willen dan? Nou ja, dan is het een beetje realistisch, ja. Ik bedoel van, ik kan me er zo aan irriteren. Nou, zoals jullie ook al in die video, dat zit bij deze video in. Maar alsnog, ik kan me er zo aan irriteren dat jullie dat dan zeggen. Ik bedoel van, ik probeer de content leuk te maken. Ik snap jullie aan de ene kant ook al dat het onrealistisch is. Dat zou ik zelf ook denken als kijker zijnde. Maar dat zou ik niet zo antwoorden zoals jullie dat doen. Want dat jullie zeggen er wel achter geen haat, dat begrijp ik dan ook wel. Maar ja, het voelt dan wel een beetje aan als haat, want jullie zeggen het echt op zo'n toon van dat je denkt van waarom. Dus ja, dan gaan we even hier een korte video van maken. En dan gaan we gewoon even kijken hoe dit allemaal zit. Nou, Ricciardo staat in ieder geval vanaf P1, ik met Max Verstappen op P3. En Ricciardo wordt aangevallen door Vettel en ik word aangevallen door een Mercedes motor die ook nog sneller is dan mij. Maar ja, oh, dat is een Ferrari's schuld. En die ik ook weer hier raak. Nou, hier nog even een flashback. Dan hebben we een groot gat dat Hamilton een mislukte inhaalactie deed. Hierdoor zijn wij ook weer sneller dan Vettel en Ricciardo. Alleen is er niet genoeg tijd om de inhaalactie te plaatsen op Ricciardo. Maar Ricciardo heeft heel weinig pace meegenomen naar dat stuk. Dat merk je dan ook, want Ricciardo, daar loop ik nu op in. Ricciardo buitenom, dat is onmogelijk. Ja, dat is het ook. Ik ging daar al veel te wijd, maar hierdoor neem ik wel weer pace mee. En hierdoor kan ik een makstappetje doen bij wat hij ook deed bij Kimi Räikkönen op dit circuit. Vorig jaar. En kijk, ik ben gewoon veel gewaagder dan de bots. De bots zijn dus ook zo geprogrammeerd, zoals ik al zei in het voorstukje. Vettel verdedigt mij, maar dat is niet handig. Want hier kom ik nog dichterbij. Vettel neemt veel te weinig pace mee. En ik schiet wijd. En ik kon mijn pace niet meenemen. Een big crash from the Red Bull Max Verstappen. Nee, grapje. Dit was niet mijn fout. Kijk, dit was gewoon niet mijn fout. Ja, ja. Top. Lekker kort. Ik was ook echt niet zo dom die daar verdedigde hoor. Was ik niet. Nee. Nee, ik ben eerlijk. Het was wel mijn fout, maar ja, hierdoor hebben we de plaats verloren op Vettel, want Vettel heeft een snellere bak.
Maar ja, waarom wist ik hem met de haas hier weg te houden? Door dit soort stukjes. Kijk, hier ben je gewaagd aan de bots. En de bots zijn geprogrammeerd om bot 7 te rijden. Die laten jou er dan ook gewoon langs. En ja, hier ben ik ook zo dom om te verdedigen. En kijk, hierdoor ga je dan wegrijwijzen. En dan heb je binnen een lap al bijna een seconde gewonnen. En zo kan dat doorgaan. Bijvoorbeeld hier pak je dan een track limitje. Want hier staat ook DRS enabled, maar normaal was dat een track limitje. Maar hier pak ik de winst. Maar de Ferrari motor draait die winst ook wel weer heel gauw weg in winst voor zichzelf. Hier heb ik het de keer geen onderstuur. En hier is de Red Bull ook vooral gewoon goed in met chassis. Nou ja, het is de bedoeling natuurlijk dat we 2 seconden voor de Ferrari finishen. Dus dan doen we even zo een track limitje pakken. En weer even een slap. En kijk, hier pak je gewoon die winst. Hier rijdt die Ferrari gewoon weg. Hier weer het track limit pakken. Zo, en dan niet, en nu niet meer pakken gewoon. En nu gewoon 7 rijden. En soms pak je gewoon dan hierdoor wel die penalty. Maar ja, dat moet je dan accepteren en doorgaan. In dit geval moet ik gaan sparen, maar... Dus ja, hier leg ik een beetje mijn tactiek uit voor carrière. Kijk, en dan wacht je hierop. Op zo'n domme fout van de Ferrari. Maar kijk je een beetje waar zit de Ferrari. Waar gaat hij hem inhalen en dan blok je hem hier. Dan gaat hij hem hier daarna zetten. Is niet goed, is niet goed, is niet goed, is niet goed. Wel, hij drijft mij naar buiten. Hierdoor pakt hij meer P straks. Hier is dat al. Dan blok ik hem hier normaal, maar dat lukt me even niet omdat de Ferrari een betere, sneller reactievermogen heeft dan mij. En soms onderstuur ik ook, overstuur ik me in op een auto, dat kan gebeuren. En dan finish je met een gat van 1.1, denk ik. Seconde. En dan heb je P1. Ja mensen, op de Red Bull Ring. Maar, tuurlijk, dit is geen oude circuit voor de Red Bull, want het heeft geen pace. Maar mensen, hoe lukt dat mij dan? Dat heb ik jullie uitgelegd in deze video. And I have to wonder, Anthony Davidson, just what set them apart from the competition here? Well, I think the track conditions just really suited their car today. Wind, track temperature, you name it. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature. So the more easily you can keep them there, the better your race tends to go. And that's exactly what happened. Their car just looks so comfortable out there. So here come our winning drivers today, and what a race it was. There's been a big push at the factory lately to get these cars ready, and we can see the fruits of that labor today as Red Bull lift the winner's trophy. Beide Red Bulls op het podium en een Ferrari.
En nu gaan we kijken hoeveel we voorliepen op de Ferrari. En kijk mensen, het scheelde niks. En gewoon bijna een seconde. That's it for today's Grand Prix, and from Antonai, it's goodbye, and see you again next time. Het scheelt ook een honderdste met de beste tijd tussen mij en Vettel. Maar dan finish je op een 5.47. En Hamilton finisht er ruim een seconde achter Ricciardo. Finisht er ook een ruime seconde achter. En Vettel bijna een seconde. En maar dit was nog maar in 5 laps. Kan je nagaan hoe dit zou gaan in 25%. Maar ja, dan hoop ik een beetje dat ik jullie een beetje geïnformeerd heb en zo. Wat er allemaal kan gebeuren. Ik kan jullie het nog wel even snel in de replay laten zien. Omdat deze video anders best wel kort is. Kunnen we het een beetje zien vanaf aan boord bij Vettel. Vettel heeft natuurlijk een betere start. Dat is een glitch in dit spel. De bots hebben altijd een betere start. Daardoor probeerde ik een beetje naar rechts te gaan om Vettel een beetje af te remmen. Dat lukte me niet. Vettel zet hier de aanval in op Ricciardo. Hierdoor kon ik zelf niet inhalen. En waardoor pakte ik nou de winst? Hier, nou dat zien we hier dus. Vettel en Ricciardo in gevecht. Vettel die Ricciardo een beetje aanraakt hier. En daardoor probeer ik de aanval een beetje op te zoeken. Dan zie ik een beetje aan het kijken waar Vettel en Ricciardo zitten. Nou, hier zie ik dus dat Ricciardo klaar is met de aanval. En dan zitten de beide Red Bulls naast elkaar. En dan een beetje een onmogelijke inhaalactie van mij daar zo. Maar dan zet ik hem hier gewoon weer naast. Een Max Verstappertje. En ja, die win ik. Dat is ten opzichte van Daniel Ricciardo slecht. Maar ja, ik win daar. En dan op zoek naar Vettel. Vettel die natuurlijk een betere race pace heeft dan de Red Bull. En die zoek ik hier ook op. Vettel en direct een groot gat op Daniel Ricciardo. Ik ga daar een beetje wijd op pace te pakken om Vettel in te halen. Zonder DRS, want dat gaat pas in de derde lap in. Probeer ik hem hier een beetje op te jagen. En hem er hier zelfs een beetje naast. En er heel dicht naast. Daar zit ook zelfs Hamilton in gevecht met Daniel Ricciardo. En hier ga ik hem daarna zetten voor Sebastian Vettel. Of gaat dat niet lukken? Dat lukt wel, Sebastian Vettel. Vettel pakt weer meer pace mee. En dat zien we hier. Vettel die daar de aanval in probeert te zetten. Ik verdedig ten opzichte van Sebastian Vettel. Nou, hier heeft Vettel gewoon de winst, want Vettel zit aan de binnenkant. Dat is ook wel slim van de Formule 1 coureur. Hierdoor is Ricciardo aangesloten met Hamilton en Kimi Räikkönen. Maar hier probeer ik het gewoon weer, want ja, je bent niet voor niets Max Verstappen. En hier zet je hem ernaast voor P1 en je hebt hem. Easy. Dan wil Ricciardo wil Vettel aanvallen, verdedig ik en win. Want ja, hier heb ik de winst op Sebastian Vettel. Vettel loopt inmiddels dan zoveel achter op mij. Ja, weer wijd voor pace. Moet je dit te vaak doen bij twee keer dezelfde warning en dan nog een keer krijg je een penalty van 2 of een drive-thru penalty of een 5 second time penalty of stop goes. Moet je niet willen. Hier pak ik weinig pace mee en kan Vettel weer aanvallen. Maar Vettel komt alleen maar dichterbij en niet echt bepaald voor een aanval. En dan zo gaat het dan een beetje door. En hier zien we dan dat gat tussen mij en Vettel. Ach ja, mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan vast zeker niet om dat duimpje op te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. En ja, dan check ik jullie later, later boys.